kunt toch een paar van hun inspireren. En ja, dat doen we toch. Dat is waarom ik hier ben. En ja, ik vind het allemaal geweldig in de kinderen. Ik vind kinderen altijd wel leuk. De KNZB vindt het schoolzwemmen om meerdere redenen eigenlijk belangrijk. Het is als eerste voor het behalen van het zwemdiploma is het erg belangrijk dat kinderen het diploma behalen. Maar daarnaast ook dat ze hun zwemvaardigheid op peil houden door te blijven zwemmen na het behalen van het diploma. Als kinderen na het behalen van het diploma niet blijven zwemmen, dan gaat de zwemvaardigheid weer naar beneden. Het schoolzwemmen draagt hieraan bij en is een erg mooi middel om te zorgen dat die zwemvaardigheid op peil blijft. In Amsterdam hebben we het geluk dat we dit ook nog eens kunnen doen met het CTO Amsterdam, met de topzwemmers. Die kunnen we inzetten om eigenlijk de kinderen te laten ervaren hoe gaaf zwemmen is en wat ze kunnen bereiken als ze blijven zwemmen. En wie weet zit er wel een nieuwe Sebastiaan tussen hier in Amsterdam.